wat er vooraf ging in The Evil Within. Hebben wij wapens? Wij hebben wapens, we hebben genoeg kooltjes. Holy crap, holy crap. Wat moet ik doen, wat moet ik doen? I have done this well. Oh! Holy shit, nee joh! Oh my god! Oeh, nee, wat denk je, nou? Ja, dan snap ik dat ik moet rennen. Waar moet ik heen dan? Laat alsjeblieft een beetje ophouden. Laat het ophouden. Ja, mijn karakter vindt het nodig om zeg maar op adem te komen. Terwijl ik zeg maar een soort van moet rennen. Oké, ik moet nu gaan rennen. Ik moet nu gaan rennen, sowieso. Oh ja! Oh shit, oh shit. Hij komt eraan. Ik weet niet wie het is, maar ik weet wel, als die je aanraakt ben je dood. Oh. Nee, 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 nee. Heel veel stof. Ik zie een hele creepy pop. What the fuck is dat? Er gaat een deur open. Wegdeur. Oh, een checkpoint. Ik vertrouw sowieso geen checkpoints. Weet ik sowieso dat het niet fijn gaat worden. Oh, kijk. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Yeah, we wiggelen dat hele ding omver. Oh, ik heb een keycard nodig. Oké, we gaan de keycard zoeken. En wat hebben wij hier? Hebben wij een heel monsters? Hallo jongens, kom maar tevoorschijn. Want oma Henke is weer in aantocht. Oh shit, oh shit. Daar is weer een onzichtbare man. En hij wil mij vermoorden terwijl hij dat niet kan. Er is een onzichtbare man. En ik zie ook niet waar die loopt, dus ik ben ook niet van plan. Misschien tot de stof hem kan dwarsbomen. Als ik het stof moet gaan geloven. Komt die man, komt die man! Wat is die nou van plan? Ga er doorheen! Hij kan toch niet kruipen? Kom maar. Kom maar hier. Kom maar hier, onzichtbare man. Kom maar hier. Oh, dat geluid. Baby, help me. Die baby moet me gaan helpen. Baby, bescherm me tegen dit kwaad, alsjeblieft. En dan weet ik zeker dat hij me niet zal vermoorden. Oh, ik zag wat. Zag je het? Hier, hij zit daar gewoon. Hij wil er doorheen breken. Oeh, die zit er doorheen. Nee, 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 nee. Oh, hij zit daar. Hij zit daar. Ik zie het. Nee, daar zat hij. Oh shit, ik mag, als ik alles kapot heb, kan hij er doorheen. Ja, ja, la 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 la. Dat is hoe we dat doen. Dankjewel, Explosive Bolt. Daar zijn die Explosive Bolts voor natuurlijk. 1000 punten. Nou, zo kunnen we wel aan de punten komen, denk ik. Ik ga voortaan dat gebruiken. Deze Explosive Bolt, we hebben er nog maar eentje. Maar die kunnen we heel goed gaan benutten, merk ik al. Hallo? Hier is oma Henk weer. Ik had even een akkefietje met een onzichtbare vent. Maar hij is weg. Gelukkig. Hé, dit? Hallo? Dat geluid vertrouw ik niet. Ik ga hieronder, maar dat gaat niet. Ik zie geen oogje. Dus waar maak ik me druk om? Zolang ik dat oogje niet zie, dan komt hij ook niks achter me aan. Dat is een voordeel. Dat is zeker een voordeel. Oh, er zit nu iets achter me aan. En dat is niet normaal. Er komt iets! En wacht, 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 wacht. Ik doe dit. En zodra die komt, schiet ik hem open. Komt hij? Ja, daar komt hij, daar komt hij. Daar komt hij. Ja? Ja? Yeah! Motherfucker! 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 Ontkom niet aan mij, jochie. Ik verbrand jou. Dat is mijn aard. Dat is mijn doel, dat is mijn... Jij weet wel, ik moest het gewoon doen. Groene kots? Dat is gewoon groene kots, dat is gewoon smerig. Maar er zit brain in. Er zijn er brain points. 1000! Nou, dit gaat goed komen. Ik wil heel graag terug naar zo'n spiegel. Dan kunnen we ons helemaal upgraden. Ga je mee? Ga je mee? Ga je mee? La 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 la. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek met dit prachtige tv'tje aan. Prachtige zender ook op. Storing FM. Wat ligt hier? Weer een baby? Baby zou me beschermen, waarom doe je het niet? Ligt hier water of is het bloed? Je weet het nooit in The Evil Within. Ik hoor weer een beest. Waarom is die zo donker? Ik denk dat hier de keycard moet liggen. En
shotgun kogels en brain points. Ik word helemaal gek van de brain points. Heerlijk. Nog meer brain points. Maak me gek. Hospitaal keycard. We hebben de hospitaal keycard. En nu weet je ook wat er gaat gebeuren, denk ik. Zodra je zoiets oppakt, moet je terug gaan lopen. Maar dan weet je ook dat er meer gevaar aankomt. En hier lopen ook onzichtbare monsters rond. Dat is dus een beetje het nadeel van alles. En die monsters die komen ook... Ze komen gewoon weer nu mij opzoeken. En ik ben gewoon dadelijk weer de lul. Dat is gewoon iets wat zeker is. En die zit waarschijnlijk achter deze deur. Er komt er iets. Er komt er iets. Het is iemand. Het is iemand die schiet. En het wordt die gozer. Het wordt die gozer. En hij is nog niet dood. Maar ik schiet hem gewoon nog een keer. En ik heb 3 kogels verspild aan die malle gozer. Ik verbrand hem levend en lijden. Stom dat ik mijn kogels heb verbrast aan deze gekke gast. Ik ga niet altijd rijmen. Brain points, 1000 punten. En nu snap ik hoe je zoveel aan zoveel brain points kan komen. Ik bedoel, ik hoor weer een monster. Ik hoor weer een monster. En morgen zit jij een monster. Huh? Probeer je mij bang te maken of zo? Hij zit hier wel. En ik vertrouw hem niet. Hij zit hier niet, hè? Nee, hij zit hier niet meer. Nou, dit is netjes opgehangen. We hebben de keycard gevonden en we kunnen verder gaan. Wat staat daar? Daar staat iemand. En ik zie dit gewoon. Alsof die zoiets heeft van... Je ziet me niet, ik ga hier verdacht opstaan. Opgedekt staan, maar... Waar is die nu? Is die er nog steeds? Wat ga je doen? Ja, loop maar daarheen, geprogrammeerd mannetje. En jij wil natuurlijk dat ik daarheen kom. Mooi niet, ik ga deze brain freeze punten pakken. Dat is 300. En dat is waarschijnlijk weer 300. Nog een keer 300. Ik vind het helemaal mooi. In ieder geval... Ik hoor weer monsters. Waarom beweegt dat ding? Waarom beweegt dat ding, jongens? Heeft iemand hier aangezeten? Is het ook een geprogrammeerd karretje? Oh, ik kan hem zelf duwen. Heel goedkoop achtbaantje dit. Wat gaan we hier doen? Hier binnen zitten kogels. Die hebben we nodig. Wat voel? Mooie machine ook. Hebben we hier geen spiegel? Alsjeblieft. Gewoon een spiegeltje. Dat zou zo fijn zijn. De deur staat op een kier. Hij wacht gewoon op mij, hè? Hij wacht gewoon. Hij zit gewoon een spel met me te spelen. Dat snappen jullie ook natuurlijk wel, hè? En dit is waarschijnlijk een kamer die doodloopt. En zoals ik al zei, een kamer die doodloopt. Hij wil dat we iets gaan ontdekken hier. Maar wat? Een checkpoint. Oh, oké. Dat ene woord. Een gaatje zien we. We kunnen doorheen kijken. Ik zie iemand. Een dokter. Met hersenen. Ja. Ik vind het heel mooi. Maar wat ik niet zo mooi vind, is dat ik... Er verschijnt een deur. Nou, helemaal goed. Hallo, meneer de dokter. Ik kom even kijken naar de patiënt. Want volgens mij is deze patiënt een beetje onwel. Dat weet ik niet, maar ik pak wel de brain freeze punten en een bandrecorder. De simulation of subject's consciousness. Initial symptoms. Sharp pain in brainstem at centered on insertion point. Followed by gradual onset of hemorrhaging as capillaries dilate. Over time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. They lose who they are and become clay, completely reshapable in my image. But not me. Something keeps me from staying completely within. Klinkt heel vrolijk en we gaan gewoon lekker verder. Wat is dit? Een prachtig brein hier. Dit is die machine die ik gebruik om mijn brain points toe te voegen. Aha, maakt dat beest hier geluid? Waarom maakt deze patiënt geluid? Welke button gaan we kiezen? In de minimutten. In de minimutten. We doen gewoon links. Oh. Oh. What the fuck? What the fuck? Nou, dat was dus niet de goede knop, Vincent. Dat neem ik in zijn altijd puzzels in die voordin. Dat ik zeg maar moet weten van tevoren welke knop ik moet indrukken. Dat ze zegt van, druk nu op de rechter button.
Weet je, dan weet ik van, ik moet niet links klikken. Rechts klikken. Oh. Oké, dat scheelt. Dit scheelt heel erg. Oh, al dat bloed. Wat is het voor bloed? We gaan naar de volgende kamer. Maar ik weet nog helemaal niet wat, hoe en wat. Als ik weer op twee buttons moet klikken, zoals je ziet. Even kijken wat er gebeurt. Oh, dat wordt een gok, jongens. We moeten gaan onthouden wat we hebben geklikt. Of ik moet ergens een hint zoeken. Brain points. 300. Het zijn echt puzzels in Evil Within. Je moet echt kijken bij wat je allemaal kan ontdekken in die kamer. Ik ga gewoon eens kijken wat er op deze button staat. Je kan ook zoiets hebben van net klikte ik op rechterkant. Waarom zou ik nu niet op de linkerkant moeten klikken? Ik kan het proberen. In een goede gok. Links. Oh, links. Dat was goed. Rechts, links. We gaan onthouden. Het bloed spettert naar beneden. En dat druipt helemaal naar die ene andere kant zo. Een mooie tekening van een lichaam met een piemel. En we gaan gewoon eens naar binnen kijken. De muziek is heel creepy. Ik vind het toch wel een beetje de creepy kamer, noem ik hem. Wat hebben we hier allemaal in deze creepy kamer? Een boekenkast en een aantal vogelkooitjes zonder kanariepietje. En een hele mooie mp3-speler uit het jaar 50. Nou, schitterend. Een mooie stoel ook. Die niet goed kan staan. Dus ik noem jou geen stoel. Ik noem je gewoon een omgevallen stuk hout. En er ligt hier weer iemand op. Dag meneer. Ik kom op de goede knop drukken, maar ik weet niet welke knop. Rechts, links, rechts zou je zeggen. Maar het kan ook rechts, links, links. Zonnebloem en een uitgestorven zonnebloem. Ik denk dat de uitgestorven zonnebloem... Even kijken hoor. Het brein ziet de niet uitgestorven zonnebloem. Niet uitgestorven zonnebloem moeten selecteren. Dus dat gaan we ook nu doen. En dan hoop ik dat we... Goed zo, Vincent. Dit is de puzzel die je moet oplossen. Dit is gewoon heel goed voor mij. Yeah. Oké, dat betekent dat er 3 sporen bloed zijn gevormd naar een kamer. En die kamer is heel donker. Moet ik hier naartoe? Nee, ik moet hier naartoe. Oh. Dat is de goede deur. En deze deur gaat naar de freedom, naar de vrijheid. Mooi zo, wat is er achter deze deur? Ik zie brain points en dat is alleen maar positief. Alleen maar heel goed. En dat is heel wat brain points. 1000 punten, mensen. Moet nou verdomme niet gekker worden. Wat kunnen we hierdoor zien? Daar ligt iemand te slapen. Het ziet eruit als een normaal persoon. Dus ik denk dat het niet een toegetakelde zombie is die we continu tegenkomen in die game. Oh, het is Jozef. Natuurlijk, ik had het moeten weten. Doe dat nou niet. Ik zei al... Oh. Thank God you're okay. I don't know what I am. But it's definitely not okay. You brought me here? Jesus. What happened? My head feels like... Toch geen zombie, toch geen monster wordt het, hè? Nee, gelukkig. Er ligt brain punten op die ding daar links. Jozef, maakt niet uit. Healing partners. Moet ik hem healen? Maar ik heb zelf amper een soort van... I've still got a little fight left in me. Oh, ik kan hem... Ik moet hem zeg maar levend houden. Fijn, ik heb een aanhang. Alsof ik verdomme zelf het niet moeilijk heb in die game. Wordt het nog lastiger. Met aanhang. Let's get out of here fast. We moeten hier uitkomen, maar hoe? Deze deur is de uitgang, hoop ik. Ik vind het zo jammer dat er geen niet ergens staat van uitgang. Weet je wel, dan weet je wat. Hé, dat is de goede kant. Daar moeten wij heen. Het wordt sowieso pittig, want je kan daar iets in de fik steken, een stuk benzine. Kan je hierin schuilen? Of kan je het gewoon openen? Oh, openen! Kijk. Oh, ik hou hiervan. En opeens komt er een monster uit, dus schrik niet dadelijk als je ineens iets komt. Alhoewel, dat vind ik wel leuk als jullie schrikken. Haha, ben ik toch gemeen. Geloof me, jullie hebben het minder zwaar dan mij. Jullie kijken...
ik zei het en het gebeurt. Leeft het? Moet ik het door het hoofd schieten? Ik verbrand het denk ik niet, want ik wil toortjes overhalen. Maar ik zei het, misschien ligt er een lijk in een van die kamers. Of komt er ineens een levend lijk, maar deze is dood. Dat scheelt. Wat kunnen we hier nog in kijken? In de ladekast? Helemaal niks in de ladekast. Mooi zo. Ik kom naar je toe, Jozef. Jozef? Ik noem je Jozef. Hoe kom jij aan dat pistool? Kon je me niet eerder vertellen dat hij dat pistool had? Of heb je het voor mij gejat? Nee. Mooi zo. Dat is mijn pistool, vriend. Ik hoor een monster. En het klinkt alsof het niet heel ver weg is. Ik denk dat het daar vandaan komt. Dus... Hallo? Ik ben Elmo en ik hou niet van die enge spelletjes. Want ik weet nooit wat er gebeurt. En ik hoor van die enge geluidjes. En oh, het gaat me zien! Het gaat me zien! Het ziet me! Help me! Nee, Jozef, wat ga je doen? Mogol! Nee, Jozef! 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 Kom maar, jongens. Jozef is zo'n lul. Koekwous! Koekwous Jozef! Koekwous Jozef! Oké, maakt niet uit. Kom maar, zombies. Verbrand maar in hel. En ik hoop dat er heel veel verbranden. Wat? Jozef? Heb je me geholpen, Jozef? Jozef! Schiet hem, Jozef! Ja? Is het dood? Jozef, ben je nog oké? Ik zie het aan je leven. Het gaat goed, een beetje, Jozef. Hij heeft voor mij oneindig kogels. Dat is het mooie aan computer gestuurde poppetjes. Oh! Jozef, schiet hem dood! Jozef, het zijn er twee! Alsjeblieft, Jozef. Help. Jozef? Ja? Jozef? Hoef ik niks meer te doen, Jozef? Nee, Jozef! Goed teamwerk, Jozef. Ja, goed zo, Jozef. Jij blijft voortaan bij me. Ik vind het wel een eerlijke deal. Ik help jou genezen. En jij helpt mij met killen. Goed. Ik bedoel, we hebben heel veel brain points. Mijn dag kan niet meer stuk. Ik ga eens even kijken, want dit is een hele grote ziekenafdeling. En daar is een stuk wat kan op exploderen. Dus wij gaan dat zeker meenemen. Wat hebben we hierin? We hebben nog korreltjes. Oh, ik kan die korreltjes niet meenemen. Verdikke men. We kunnen daar naar links en we kunnen daar naar voren. Wat ik doe is, ik schop dat ding niet zo ver, Vincent. Hier staat een kratje met een verhuisdoosje erin. Nou, daar hebben we niks aan. We gaan die zeker nog niet weg. En hier allemaal papiertjes. En hier nog een kamer met bloederige toestanden aan de onderkant. Ik vertrouw het niet. Is het zo'n grote kamer waarvan alles kan zitten? Ja, dat is het. Waarom zouden er twee stoelen staan? Oh, en leven. Oh shit. Die werd wakker. Ik ga hem... Ja, Jozef! Je komt precies op tijd. Als jij nou eens dat monster ging doden voor mij, ja? Dat bespaart mijn calls. Jozef, doe jij het? Jozef, moet ik je helpen, Jozef? Ik schiet hem door zijn hoofd, Jozef. Want jij weet niet hoe je moet schieten. Je weet dus nooit wanneer een lijk, zeg maar, echt dood is. Als het ophangt, het kan altijd nog leven. Hier nog in kijken? Nee, daar vinden we niks in. Ik vind het spel wel lekkerder spelen dan eerst. Ik ben met z'n tweeën. Ik voel me gewoon wat fijner met twee mensen. Ik hoef Jozef amper te healen. Ik dacht dat je om de zoveel tijd zijn leven moest controleren. Maar dat ook gewoon helemaal niet. Dus ja, jongens en meisjes. Ik ben gewoon blij dat het zo helemaal kan aansluiten aan mijn game. Kunnen we dit dan schoppen? Even aan de kant alles hier. Kunnen we dit niet meer gebruiken? Dat is toch bullshit? Ik had hem zo graag de trap op willen schoppen. Hey, een kluis. Sesam open. Nee, ik wou het gaan proberen, maar dat lukt niet. Sesam open is de oude codetaal. Dat werkt gewoon niet meer. Hier is het creepy. Ik heb gewoon het gevoel, hier gaat gewoon weer wat gebeuren. En het is ook echt ontzettend donker. Echt waar? Die kamer achter mij nu? Het lijkt net alsof de lotto erachter zit, weet je wel? Kaston zit al. Goedemiddag, postcode loterij. Het knippert helemaal rood. En het is helemaal opgemaakt, die deur. Het is een bom. Ga er nou niet aan zitten met je vingers. Stand back. Oh, ik ga nu achteruit staan als die vent oploft. Alsjeblieft. Ik heb hem nodig, die man. Ik hoop niet dat hij ontploft. Je weet het, in Evil Within is alles mogelijk. Zo mensen, als het goed is, zag je een aantal letters voorbij komen in de aflevering van Evil Within. Dat is dus een reden, want die letters gaan uiteindelijk een woord vormen. En als je dat woord mailt naar mijn e-mailadres vincentbarietjes@gmail.com, dan maak jij kans op een van de drie t-shirts die ik mag weggeven van de Evil Within.
Let erop dat het wel een maatje S is. Dus maat S, een Evil Within t-shirt, kan jij winnen als jij het juiste woordje, of misschien wel twee woorden of drie woorden, kan raden die te maken hebben met de Evil Within. Dus je krijgt eigenlijk elke video, of niet alle video's, maar een aantal video's, een aantal letters cadeau van mij. En die vormen dus een woord. En als je het weet, nogmaals, mail dat woord naar vincentbarietjes@gmail.com. En wie weet win jij het t-shirt, vraag je adres en dan stuur ik dat t-shirt naar je op. Bedankt voor het kijken naar deze Evil Within video. En ik zie je hopelijk de volgende keer. Gaan we lekker griezelen. Tot dan!